Bij een traditioneel brandstofvoertuig vermenigvuldigt u de kostprijs van één liter brandstof met het aantal liters dat u tankt. Bij een geëlektrificeerd voertuig is dat niet anders. U vermenigvuldigt de kostprijs van één liter energie of elektriciteit met het aantal liter dat u laat, waarbij de liters worden uitgedrukt in de maateenheid van elektriciteit, dus kilowatturen. U vermenigvuldigt dus het energietarief met het aantal kilowatturen. Een voorbeeld. Een IQC heeft een batterijcapaciteit van 80 kilowattuur. Stel dat u de batterij helemaal wilt opladen tot 100 dan laat u 80 kilowattuur op. Indien u die thuis doet, betaalt u doorgaans 25 eurocent per kilowattuur elektriciteit. U vermenigvuldigt dus 80 kilowattuur met 0,25 euro, wat resulteert in een kostprijs van ongeveer 20 euro. Is die 20 euro nu goedkoop of duur? Om dit te bepalen, kan u terugrekenen naar prijs per kilometer. Indien u weet dat de IQC een elektrisch bereik heeft van ongeveer 400 kilometer, deelt u de 20 euro door 400. Dat resulteert in een kostprijs van ongeveer 5 eurocent per kilometer, of 5 euro per 100 kilometer. De prijsvergelijking met een diesel- of benzinevoertuig is redelijk snel gemaakt. Aan de hand van een berekening met IQC kan u reeds vermoeden dat elektrisch rijden meestal goedkoper is als de klassieke brandstoffen zoals diesel en benzine. Meestal, want in tegenstelling tot de prijs van een liter brandstof verschilt de prijs van een kilowattuur energie significant van de locatie waar u deze afneemt. Momenteel kan u doorgaans rekenen op volgende gemiddelde energietarieven van goedkoop naar duur. Op kantoor laat u ongeveer aan 10 eurocent tot 20 eurocent per kilowattuur inclusief btw. Thuis laat u ongeveer aan 25 cent inclusief btw, aan een publieke laadpaal op wisselstroom laat u ongeveer aan 35 cent inclusief btw en aan een publieke snellader ongeveer 70 cent inclusief btw. Samengevat kunnen we dus besluiten dat elektrisch rijden steeds goedkoper is dan rijden op brandstof met de uitzondering van de publieke snelladers waar de prijs kan oplopen tot twee keer de kostprijs van klassieke brandstoffen. In tegenstelling tot de brandstofprijs bij traditionele tankstations is het tarief dat u betaalt bij een laadpaal vaak veel minder transparant. De prijs wordt zelden of nooit geafficheerd. Dit omdat meerdere spelers betrokken zijn en elk van de spelers beïnvloeden de uiteindelijke finale prijs. Dit gaat van de laadpaal eigenaar tot de provider van de publieke laadpas. Bij Mercedes-Benz streven we naar maximale transparantie. Daarom bieden wij met Mercedes Me Charge een laadpas met een volwaardige Europese dekking aan, waarbij je op voorhand ziet of u kan laden bij een specifieke laadpaal en welk tarief u vervolgens zal betalen voor het gebruik van die laadpaal. De kostprijs van het laden berekent u door de batterijcapaciteit te vermenigvuldigen met het energietarief. Dit tarief varieert van waar en hoe uw voertuig oplaadt. Doorgaans is het opladen op kantoor het goedkoopst, gevolgd door laden thuis. Het is dus verstandig te investeren in laadinfrastructuur op deze twee locaties. Publiek laden is een stuk duurder. Aanzienlijk duurder dan brandstof zelfs wanneer je enkel een beroep doet op openbare snelladers. Maar met Mercedes-Me-Charge-laadpas weet u altijd en overal waar u kan laden en aan welk tarief.